Ik denk het handen schudden, dat zullen we wel blijven doen. Maar de drie keer zoenen, dat zal wel verdwijnen, denk ik. Is dat fijn? Ja, dat vind ik wel prettig. Ik had er geen hekel aan, maar als je naar terugkijkt, denk je, ja, waar is het eigenlijk voor nodig? Soms zo. Ja? Of zo. Ja, of de box. Nou, bijvoorbeeld op verjaardag of zo. Dat vind ik wel beter, in plaats van hoef ik geen drie kussen meer te geven. Dus dat is wel veranderd. En ja, op het terras natuurlijk. Elkaar knuffelen. Drie kussen, zeg maar, dat soort dingen, dat denk ik dat het wel weer terug gaat komen. Ja. Waarom denkt u dat dat toch niet blijvend veranderd is? Ja, omdat mensen toch altijd wel behoefte hebben aan enige vorm van fysiek contact. Dus dat gaan mensen toch wel weer opzoeken. Bij hem doe ik het al. Hij is gewoon een goede vriend van me. Op een verjaardag van een oom of tante bijvoorbeeld? Dan zeg ik gewoon allemaal gefeliciteerd. Ik ga geen knuffels en zo geven. Ik denk dat mensen die kantoorbanen hebben, dat die wel veel meer thuis gaan werken. Of dat er een 50-50 basis komt, zoveel dagen thuis, zoveel dagen op kantoor. Het bedrijf waar ik werk, daar gaan we hybride werken. Dus deels op kantoor en deels thuis. Ja. Dus dat is hartstikke fijn, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het heerlijk. Het levert ook tijdwinst op. Anders moet je fysiek naar ergens naartoe. En nu kun je dat gewoon zo doen. Ja, ik zit in de horeca. Dus ja, nu met kinderen dan gewoon lekker vroeg hoor. Niet meer laat. Ja. Dus dat mag eigenlijk wel blijven? Nou, voor mij wel. Maar ik denk dat heel veel jongeren lekker tot diep in de nacht zijn. Dat gun ik ze ook natuurlijk. Nou kijk, het is natuurlijk nu wel lekker dat je gewoon een beetje in de stad kan blijven chillen of zo. Gewoon een beetje op het terrasje en zo. Maar het is ook wel weer beter. Want als de cijfers gewoon niet omhoog gaan, dan kan het gewoon blijven. Maar als het weer omhoog gaat, dan moet het weer veranderen natuurlijk. Kan ik gewoon op tijd naar huis? Slaap ik nog een beetje vroeg? Heb ik een minder kater de volgende dag? Top. Ja. Dat mag wel blijven. Ja. En voor jou ook? Ja, zeker. Ik vind het heerlijk, iets eerder thuis dan 5 uur. Zullen we dan maar een box geven? Gaan we doen. Oké, dankjewel.